Ja, ik wil jullie allemaal nogmaals heel erg hartelijk welkom heten op dit feest, op deze feestelijke dag, op deze feestelijke week, de Globe Jubileumweek. 25 jaar bestaat Globe al 25 jaar geleden opgericht vanuit de Verenigde Staten. En intussen over de hele wereld uitgespreid, 123 landen die meedoen. We hebben de hele week iedere dag workshops. Vandaag is het natuurlijk woensdag en gaan we de fijnstofcampagne lanceren. Daar ben ik heel erg blij mee, want daar hebben we de afgelopen maanden met z'n allen hard aan gewerkt. Hoe het programma eruit ziet, is dat ik eventjes een korte introductie geef over Globe in het algemeen. Wat is Globe? Wat kun je ermee? Wat zijn de highlights die we de afgelopen 25 jaar hebben gehad? En wat kunnen we in de toekomst gaan doen? Dan hebben we de lancering van de fijnstofcampagne. En ik ben heel blij dat Hans Brug, als het goed is, de directeur van het RIVM, is hij de lancering zal doen. Jullie begrijpen, hij is erg druk vanwege de corona. En kan altijd op het laatste moment weggeroepen worden. Maar vooralsnog lijkt het erop dat hij er om 3:20 zal zijn. En dan hebben we om 3:30 een presentatie van Guus Velders over luchtkwaliteit en corona. En om 4:15 dan krijgen we een presentatie van Hester Volte en Ton Rekman over hoe je dit praktisch in de klas kunt gaan vormgeven. Ik heb nog eventjes wat praktische dingetjes. Je hebt het misschien al rechts zien staan. We werken in deze presentatie met een systeem dat heet Lesson Up. Dat is ontwikkeld voor scholen. Dat is een soort interactieve PowerPoint waarbij ik af en toe vragen kan stellen aan jullie en jullie via je smartphone antwoord kunnen geven. Je ziet daar staan waar je naartoe moet in je browser, naar lessonup.app. En links onder in je scherm zie je een code staan, 2969. Die kun je invullen en als je dat doet en je geeft je naam door, dan kun je meedoen aan alle vragen die we stellen. En het mooie hieraan is dat dit systeem kun je ook in de klas toepassen. Dus je kunt dit ook op je smartboard projecteren. En eventueel mocht er nog een keer een moment aanbreken dat je vanuit huis les moet geven, dan is dit meteen ook helemaal klaar daarvoor. Dan heb ik nog een paar vraagjes over Zoom. Of jullie allemaal je video aan willen zetten, geluid uit. En of je je vragen in de chat wil stellen. En nog een laatste dingetje. Alles wat we nu doen, deze hele sessie, wordt opgenomen. Ze komt ook na afloop ter beschikking van iedereen die daarin geïnteresseerd is. Dus als je niet wil dat je daar zichtbaar op bent, dan moet je wel even je scherm uitzetten juist. Goed, dan ga ik nu naar de eerste vraag. Ik zie dat er al 11 leerlingen zich hebben aangemeld. Ik wil de andere leerlingen van vandaag ook vragen of je via je smartphone naar lessonup.app kunt gaan en dan de pincode 2969 invullen. Ja, nu begint het op te lopen. Heel goed. Even een inkomertje van elkaar wat iets beter te leren kennen. Waar kom je vandaan? Kun je dat even intypen in je smartphone? Het is altijd leuk om te zien dat globescholen door het hele land zijn. Van Zuid-Limburg tot Friesland. En het voordeel van deze online sessie is natuurlijk wel dat je als docent niet helemaal naar het midden van het land hoeft te reizen, want normaal organiseren we deze dagen altijd op een wetenschappelijk instituut. Het RIVM of het KNMI, Wageningen Universiteit. Maar nu online. We gaan even kijken naar het eindresultaat. Nou, we zien 3 keer Amsterdam, 2 keer Amersfoort, 2 keer Goes, 2 keer Middelburg, 2 keer Drunen. En van het zuiden uit weer Maastricht en Zeeland. Nou, we gaan het hele land door. Mooi om te zien. In dit geval heeft hij er ook een score aan gemaakt. Het is puur afhankelijk van of je snel was of niet. Maar dat zegt verder niet zoveel. Goed, even ter introductie. Ik denk dat de meeste mensen het al wel weten. Maar Globe is een internationaal programma. En het idee daarachter is dat leerlingen zelf onderzoek doen naar lucht, bodem, water en atmosfeer. En natuur en de samenhang tussen die dingen. En dat ze dat doen door buiten in hun eigen schoolomgeving of leefomgeving gegevens te verzamelen. En die gegevens die geven ze vervolgens door via een website. En daarmee
is het vrij beschikbaar voor scholen over de hele wereld, maar ook voor wetenschappers die dat kunnen gebruiken voor hun wetenschappelijk onderzoek. Heb ik nog even een vraagje voor jullie in de lessen-up. Wat spreekt je aan Globe? Daar zijn we altijd heel erg in geïnteresseerd. Waarom ben je naar deze sessie gekomen? Wat wil je leren? Waarom zou je eventueel lid willen worden als je dat nog niet bent? Waarom ben je het in het verleden al geworden? Nou, dat is een mooie waaier van antwoorden. Ja, ik zie je lekker onderzoek buiten doen, wereldwijd, samenwerking, deelnemen aan de wetenschap, onderzoek, internationaal. Veel wetenschap en internationaal zit erin, samenwerken. Mooi overzicht van wat jullie interessant vinden. Oké, dan ga ik nu even een update geven of een overzicht van wat er de afgelopen 25 jaar gebeurd is met Globe. Want 25 jaar geleden alweer, op 28 februari om precies te zijn, toen zette Wim Kok, die toen minister-president was van Nederland, en Al Gore, die toen vice-president was van de Verenigde Staten, samen een handtekening onder een bilateraal verdrag, zodat Nederland ook mee zou gaan doen met het Globe-programma. En dat was toen heel erg innovatief. Al Gore die zag toen al in 1995 de kansen van het internet. Daar werd toen vrij weinig mee gedaan nog. En hij was eigenlijk de eerste die bedacht van, we kunnen hier een wereldwijd netwerk van maken waarbij we het milieu gaan monitoren. En in die tijd waren er op veel scholen ook nog, was er bijvoorbeeld maar één computer die internet had en stonden de leerlingen in de rij om daar hun gegevens door te geven. Tegenwoordig hebben leerlingen natuurlijk allemaal een smartphone en kan het gewoon rechtstreeks op de locatie. Die neemt meteen de GPS-locaties mee en dat soort dingen. Maar in 1995 stuurden wij nog een GPS naar de school toe, een GPS-groot apparaat. En die ging dan 5 minuten naar de satelliet zoeken. En dan vervolgens kon je de code invinden en intypen op een website. Dat is intussen allemaal, die technologie is enorm veranderd. Maken we even een snelle sprong naar 2006. Ik denk een van de hoogtepunten van wat Globe heeft bereikt in Nederland. Je ziet hier namelijk een beeld van een satelliet met een MODIS-instrument. En dat MODIS-instrument die meet aerosolen in de atmosfeer vanuit de ruimte. En tegelijkertijd zijn er leerlingen in het hele land die aerosolen vanaf de grond meten. En in dit geval, dit voorbeeld gaat over een leerling van Ton Rekman, die hier ook aanwezig is, die dadelijk een presentatie geeft. En dat was een leerling die een profielwerkstuk hierover ging doen. En die leerling die zag, toen hij zijn metingen vanaf de grond vergeleek met de metingen vanuit de ruimte, dat die metingen heel goed overeenkwamen als het boven land was. Dus zijn metingen met zijn goedkope kleine zonfotometertje, die sloten heel mooi aan bij wat de satelliet mat. Alleen als hij in de buurt van water kwam, van het Markermeer, dan klopte dat opeens niet meer. En eerst dacht men natuurlijk dat het wel weer aan de leerling zou liggen. Maar er is onderzoek naar gedaan, het KNMI heeft ernaar gekeken, NASA heeft ernaar gekeken. En het bleek uiteindelijk dat die leerling gelijk had, dat het algoritme van het meetinstrument niet goed was. En dat de pixels die op de grens van land en water lagen, dat die verkeerd werden geïnterpreteerd door het algoritme. En dat heeft NASA dus aangepast op basis van deze ontdekking van deze leerling. Dus ik denk dat iets is om heel trots op te zijn. Het KNMI heeft daar ook nog een artikel over gepubliceerd in het Journal of Geophysical Research. Gaan we door naar 2008. Toen was Nederland had de grootste afvaardiging op de Globe Learning Expedition in Zuid-Afrika. Daar kwamen leerlingen over de hele wereld bij elkaar om hun onderzoeksresultaten aan elkaar te tonen en te leren over onderzoek. In 2009, toen is Globe Nederland de coördinator geworden van Globe in heel Europa. En Wim Kok hielp ons daarbij. 2010 hadden we een leerlingenconferentie. Daar was toen voormalig prins Willem-Alexander. Om naar de presentaties van leerlingen te kijken.
2011 hadden we een grote kunsttentoonstelling waarbij kunstenaars aangaven of visueel verbeelden bepaalde milieuproblemen. Deze tentoonstelling was door de ambassadeur van de Verenigde Staten voor Globe naar Nederland gehaald. Nou, ieder jaar organiseren we ook trainingen. Hier zie je een mooie training in 2012 bij het KNMI met docenten en leerlingen. In 2014 hebben we een stichting opgericht. Hier zie je het bestuur dat verantwoordelijk was bij de oprichting. In 2016 hebben we de Globe Science School gestart. En hier zie je de eerste gecertificeerde Globe Science School. Een Globe Science School, daar doen de leerlingen ieder jaar een globe onderzoek. Maar ook het hele curriculum wordt aangepast om te zorgen dat er een leerlijn onderzoeken ontstaat. 2017 hebben we in Nederland de Grow-app gelanceerd. Met Wageningen Universiteit hebben we die ontwikkeld. Morgen, als je dat interessant vindt, kun je daar een workshop over volgen om 3:15. 2018 was ook wel weer zo'n mooi jaar voor Globe, want toen hebben er twee scholen een wedstrijd gewonnen. Eentje die won de Science Fair in Nederland en de andere die won het internationale Virtual Science Symposium van Globe. En die kregen allebei een vergoeding om naar de Globe Learning Expedition in Ierland te gaan. En hier zie je het Goese Lyceum, de leerlingen daarvan. 2018 hebben we ook een nieuw project gelanceerd, de Waterdiertjesstelling, samen met Wageningen Universiteit. Waarbij leerlingen door waterdiertjes te vangen iets kunnen zeggen over de waterkwaliteit van wateren in hun omgeving. En ze helpen daarmee ook weer de wetenschap en de waterschappen. 2019 hebben we samen met de Plastic Soup Foundation een set van challenges opgezet, waarbij leerlingen ook onderzoek kunnen doen naar plastic, want plastic soep begint op de stoep. Dus je kunt dat prima voor je eigen deur ook onderzoek naar doen. En dan zijn we nu in 2020, het huidige jaar. En ook vandaag wordt de fijnstofcampagne gelanceerd. Zoals ik al zei aan het begin, we zijn daar al maanden mee bezig om die te lanceren. En het is ook echt een bijzonder moment, want de sensoren voor het meten van fijnstof, die zijn op dit moment zo goed en relatief goedkoop, dat ze ook echt een bijdrage kunnen leveren aan de wetenschap. Maar daar gaat Hester van het RIVM jullie dadelijk alles over vertellen. Ik wou nu eventjes weer een paar vragen stellen om te kijken wat jullie van Globe weten. Hoeveel landen denken jullie dat er meedoen met Globe? Zijn dat er intussen 47, 69, 112 of 123? Nou, de meeste mensen denken dat het er 123 zijn. En die hebben het ook allemaal goed. We hebben nu Caro aan kop. Hier zie je een overzichtje van al die 123 landen, de vlaggen ervan. En de landen hebben mooie kleurtjes. Maar in die 123 landen, hoeveel scholen denken jullie dat daar intussen zich hebben ingeschreven om mee te doen met Globe? Zijn dat er 867, 2922, 37.334 of 241.758? Ik ben benieuwd wat jullie denken. De meesten denken 37.000. Want we hebben een welgeïnformeerd publiek vandaag. Jullie hebben gelijk. Intussen is Jesse Stevens aan kop. Nou, als je op die website kijkt van Globe, dan kun je hier zien een stukje van Nederland. Zie je al die scholen liggen die meedoen aan Globe. Je kunt op zo'n schooltje ook klikken. Dan zie je de contactpersonen van die school. Je ziet daar de gegevens die school heeft verzameld. En hier zie je een impressie van de metingen die scholen over de hele wereld intussen hebben verzameld. Dit zegt niks over wat ze hebben gemeten, maar wel over waar veel data is verzameld. En je ziet dat er eigenlijk over de hele wereld data wordt verzameld met focuspunten eigenlijk overal waar mensen leven. En dan met name ook daarbinnen weer in Amerika en West-Europa.
Nou, al die data die kun je ook weer visualiseren op kaarten. Hier zie je bijvoorbeeld de temperatuur op een bepaalde dag. Daar kun je ook weer satellietkaarten achterleggen. Hier zie je bijvoorbeeld de verlichting zoals de satellieten die meten vanuit de ruimte. Of de temperatuur zoals die vanuit de ruimte wordt gemeten vergeleken met die van leerlingen. Dat zijn even wat korte voorbeelden. We hebben dus intussen bij Globe 10 verschillende onderzoeksprojecten waar scholen aan mee kunnen doen. En 5 daarvan die zijn vanuit het internationale Globe-programma van NASA. En 5 daarvan hebben we hier in Nederland opgezet, waarvan de 5e vandaag wordt gelanceerd. Dat is het fijnstofproject. En toelichting op die projecten die hebben we gedurende deze week geven we die en gaan we die nog geven. Nou, wat is er nou leuker dan je resultaten delen als je mooie resultaten hebt? En we hebben natuurlijk een community van 37.000 scholen, dus dan is het ook leuk om te laten zien wat je hebt onderzocht. En daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Binnen Nederland organiseren we ieder jaar een science fair. Daar kunnen leerlingen in een soort wetenschappelijke presentaties geven in stands met posterwanden. Dan gaan ze bij elkaar kijken wat ze hebben onderzocht. Maar ze gaan ook, er komt ook een wetenschappelijke jury langs. En er wordt uiteindelijk ook een prijs uitgereikt aan de beste onderzoekers. De felbegeerde Globe-bokaal die je hier ziet bij de winnaar van vorig jaar. Maar er is ook een virtual science symposium. Dat betekent dat leerlingen over de hele wereld hun onderzoeken kunnen uploaden naar de website. Die krijgen altijd dan een vraag van een wetenschapper, van een internationale wetenschapper op dat onderzoek. Daar kunnen ze weer antwoord op geven. En de beste onderzoeken en de personen die de beste onderzoeken en de beste antwoorden hebben gegeven, die maken kans op een reis naar de volgende internationale Globe-bijeenkomst. Om daar hun resultaten weer te presenteren. Nou, ik ben alweer bijna aan het einde. Ik ben benieuwd van de aanwezigen. Wie is er lid van Globe en wie is er nog geen lid van Globe? Nou, besef ik me dat er ook mensen zijn die niet op een school zitten, dus dan kun je even niks doen. Nou, we zien dat de meeste scholen al lid zijn van Globe, maar er zijn er ook nog een aantal die geen lid zijn. Daarom nog even kort een overzicht van waarom zou je lid worden van Globe, van het programma. We hebben dus 10 onderzoeksprojecten waar je dan aan mee kunt doen als school. Onbeperkte deelname. We hebben dat netwerk van een heleboel scholen in 123 landen. Je kunt je metingen van de school invoeren en bekijken. Het blijft voor altijd bewaard. Dat is voor je eigen school leuk, maar andere scholen kunnen het bekijken. En de wetenschap kan er ook naar kijken. We hebben allerlei posters die je kunt krijgen. We hebben een helpdesk en ondersteuning. We organiseren ieder jaar een Globedag op een van de wetenschappelijke instituten waar docenten getraind kunnen worden. We hebben die Virtual Science Fair waar ik het net over had. Als je nu lid wordt, dan krijg je ook korting op de fijnstofsensor kits die we in de aanbieding hebben. En je kunt deelnemen aan die internationale bijeenkomsten. Nou, als je dat interessant vindt, dan kun je naar globenederland.nl/proef gaan. We hebben nu een proefaanbieding. We komen dan ook naar je school toe om je te helpen met een start-up waarbij we precies uitleggen hoe je met Globe aan de slag kunt en wie je gaan ondersteunen. Dat was hem even. Ik weet niet of er brandende vragen zijn op dit moment. Ik heb zelf de chat niet gemonitord. Ik weet niet of jij dat gedaan had, Hester. Dan ga ik nu het woord geven, wacht even hoor, aan Hans Brug, als die online is. En Hans Brug is online en ik hoop dat jullie mij nu ook horen. Hans Brug, super, heel erg fijn dat je aanwezig bent. Ik zei al aan het begin, het is een drukke tijd voor een directeur van het RIVM op dit moment. Dus we hadden ook begrepen dat je altijd op het laatste moment weggeroepen zou kunnen worden. Maar ik ben heel erg blij dat je hier bent om voor ons de fijnstofcampagne te lanceren. Hartelijk welkom. En ik ben ook heel blij dat ik hierbij aanwezig kan en mag zijn. En dank voor die kraakheldere en zeer informatieve inleiding, Matthijs. Ik hoop dat ik ook zichtbaar ben voor de mensen. Matthijs, je moet even stoppen met je scherm delen.
En dan hebben we weer een overzicht van de gezichten van de aanwezigen, of in ieder geval een deel daarvan, wat op je scherm past. Hè? Want dat past ook bij deze tijd, dat we tweedimensioneel met elkaar in contact zijn in plaats van driedimensioneel. Eigenlijk waren jullie vandaag te gast geweest bij het RIVM, als dat had gekund. Nou, ik hoop dat jullie je nu ook een beetje te gast voelen bij het RIVM. Er zijn in ieder geval een aantal RIVM'ers aanwezig in deze bijeenkomst. Allereerst mijn felicitaties aan Globe. Het is een eer om daar ook ambassadeur van te mogen zijn. 25 jaar is op zich geen verdienste, maar als we zo meekrijgen wat er in die 25 jaar allemaal gebeurd en gerealiseerd is, dan is dat wel een grote verdienste. Ik ben directeur-generaal van het RIVM. Ja, dat heet bij ons directeur-generaal. Dat is natuurlijk gewoon algemeen directeur. Het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het is geen onbekend instituut, denk ik, in deze tijden. Wat wij proberen te doen als RIVM is kennis, wetenschappelijke kennis te verzamelen en te duiden, zodat dat vertaald kan worden naar maatschappelijke wijsheid. En dat doen we voor de onderwerpen die te maken hebben met een gezonde bevolking in een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Nou, in dat kader is wat we vandaag aftrappen, de fijnstofcampagne, zeer belangrijk. Toen ik het woord fijnstof voor het eerst hoorde, is dat eigenlijk best een fijn woord. Hè? Ach, fijnstof. Maar dat fijn slaat natuurlijk helemaal niet op iets dat fijn is, in de zin van leuk of vrolijk, maar het slaat op de omvang van dat stof. En dat maakt het helemaal geen vrolijk goedje. Het is een zeer actueel en belangrijk probleem voor de volksgezondheid en het milieu. En daarom zeer relevant voor Nederland en de wereld, voor de globe. En ook een belangrijk thema voor het RIVM. En om fijnstof te meten is een breed netwerk nodig van sensoren. En daarbij kunnen jongeren en scholieren dus ons heel goed helpen. En ik ben heel blij dat we nu met Globe dat ook werkelijk gaan realiseren. Niet alleen dat scholieren ons gaan helpen of de wereld gaan helpen om dit op een goede manier te monitoren, maar daarbij kunnen wij ook weer wat leren van die leerlingen. Hè? Wat Matthijs net aangaf in zijn overzicht zaten ook leermomenten waarbij de wetenschap van de jongeren die meedoen in wetenschap duidelijk weer lessen kunnen leren. Ik hoop dat dat in deze ook het geval is. Wij gaan in ieder geval samen met scholieren fijnstof meten, heel belangrijk. Want ook hier geldt, meten is weten. Als je niet weet waarover je praat, de omvang van het probleem, de ontwikkeling van het probleem, dan is het ook heel moeilijk om die wetenschappelijke kennis naar die maatschappelijke wijsheid, naar beleid en maatregelen te gaan vertalen. Nou, aan mij is de eer om de aftrap te doen van het Globe Fijnstof project. En dat doe ik door de allereerste Globe Sensor Kit te onthullen. En ik heb hem hier bij me en het ziet eruit als een cadeautje. En alleen dat cadeautje is niet voor mij. Dat cadeautje is voor degene die straks, als jullie een workshop doen met quizvragen, die quiz wint. Dus doe je best, zou ik zeggen. Maar ik ga het cadeautje wel uitpakken, zodat jullie weten. Ik ga het nu even voor jullie uitpakken, zodat jullie ook weten wat je krijgt. Dit is dus die sensorkit. Die kan ook besteld worden natuurlijk, hè, voor iedereen die meegaat en wil doen. Maar de eerste wordt dus cadeau gegeven voor de winnaar van de quiz. En ik vraag nu vast mijn RIVM-collega's om straks niet mee te doen in de quiz. Want jullie hebben veel te veel voorkennis. Dat zou echt oneerlijk zijn. Ja, Guus, ik zie wel dat jij eigenlijk wel ook graag die kit wil winnen. Maar dat is echt voor de anderen. Maar ik ga hem nu uitpakken. Ik ben zelf ook heel benieuwd. Kijk, dit is het label dat erop staat. En we zorgen dat hij straks ook echt aanwezig is. Nou, zo zit het in de doos. Het is echt het is prachtige techniek. Het is ook een, nou ja, het ziet er eenvoudig en ook robuust uit. Hier gaat het om, maar hier zit werkelijk de goede techniek in om fijnstof ook echt op een goede manier te kunnen meten. En deze komt straks dus naar de winnaar van de quiz toe.
Dank nogmaals aan Globe om dit te helpen mogelijk te maken. Hiermee is de campagne afgetrapt en wens ik jullie een zeer vruchtbaar en plezierig vervolg van deze bijeenkomst. Ik zal deels nog aanwezig zijn, maar ik zal af en toe ook even weg zijn om een paar andere werkzaamheden te doen. Ik hoop aan het eind in ieder geval weer erbij te zijn, maar kan het niet helemaal beloven. Succes en Matthijs, ik geef het woord weer terug aan jou. Nou, fantastisch. Hans, dankjewel. Ik ben ook blij om nu de sensor gezien te hebben, want daar was ik natuurlijk ook heel benieuwd naar. Ik wil dan nu heel graag het woord gaan geven aan Guus Velders. Guus is wereldberoemd. Hij is namelijk door tijdschrift Nature uitgeroepen als een van de 10 meest veelbetekenende wetenschappers. Hij is bovendien door Time Magazine uitgeroepen als een van de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld. Dus ik neem aan dat u hem allemaal al had herkend. Zelfs Leonardo DiCaprio schijnt met hem weg te lopen. Dat heb ik allemaal op het internet gelezen, dus ik neem aan dat het waar is. maar Guus, ik wil jou heel graag het woord geven om voor jouw presentatie over luchtkwaliteit in Nederland, ook tijdens de corona-lockdown. Ja, heel erg bedankt Matthijs. Ik hoor vaak zo'n introductie van mij en denk ik, ja, wat kan ik dan nog zeggen? Dan kan ik alleen maar afgaan eigenlijk. Dus ik zal mijn best doen om een beetje de verwachtingen toch waar te maken. Ik zal inderdaad wel vertellen over luchtkwaliteit. Hoe de lucht verbeterd is, de luchtkwaliteit in Nederland. En ook wat de coronamaatregelen voor ons gedaan hebben de afgelopen maanden. Ik geef mijn scherm delen nu. Even kijken, bevestiging. Jullie zien mijn scherm nu? Ik hoop het, niemand zegt ja. Het. Okay. Ik zie hem. Ja, prima. Zeker. Prima. Dus dan begin ik even hiermee. 2 jaar terug werd ik geïnterviewd door het maandblad Quest. En dat ging over luchtkwaliteit. En zij stelden de vraag van, is de lucht eigenlijk schoon genoeg? De lucht is een stuk schoner in Nederland dan het vroeger was. Maar is die schoon genoeg? Er zat een heel mooi plaatje erbij van een van de eerste actiegroepen. De actiegroep Strohalm. Die al met gasmaskers op protesteerde van, we worden stinkend rijk. En ik vond het een heel mooi slogan eigenlijk. Want het ging inderdaad vroeger om de welvaart, waardoor we steeds rijker werden, maar ook steeds meer luchtkwaliteit problemen kregen. Dus is het schoon genoeg nu? Het is een plaatje van een paar jaar geleden van de Eiffeltoren in Parijs. Een plaatje op een schone dag en een plaatje op een niet zo schone dag. En dit heeft niks te maken met mist die er hing. Dit is gewoon puur fijn stof. Dit is luchtkwaliteit. De slechte luchtkwaliteit heeft nog altijd, ook in onze regionen, dit soort effecten. En we praten met luchtkwaliteit over. We praten, als je naar de Nederlandse situatie kijkt, voor een heel groot deel over fijn stof. Grofweg 80% van de gezondheidseffecten, langdurige gezondheidseffecten, die samenhangen met luchtverontreiniging, komen door fijn stof. Stikstofdioxide, NO2, is een andere component. Ongeveer zo'n 20-25% van de effecten komen daardoor. Zwaveldioxide was vroeger heel sterk in de belangstelling. En het is ook het probleem met zure regen kwamen voornamelijk door stikstofdioxide, zwaveldioxide. En de concentraties van zwaveldioxide in de lucht, die zijn alleen de afgelopen 20 jaar met zeker een factor 10 gedaald. Dus dat is nu voor luchtkwaliteit minder een issue. Ozon, en noemen we het zomersmog, hebben we nog steeds. Afgelopen zomer weer, met heel mooi weer, brengt het RIVM smogverwachtingen uit. En dan word je gewaarschuwd dat je niet te veel moet inspannen. Dat zijn vooral kortdurende klachten die je kunt hebben door te veel aan ozon. En zoals Hans Brugge al zei, we praten over een fijn stof. Ik hoop dat jullie mijn muis kunnen zien. Dit is een menselijk haar. En er passen 5 PM10 deeltjes, fijn stofdeeltjes, op een menselijk haar. En als je naar de nog fijnere deeltjes kijkt, PM2,5, dan passen er 25 op een menselijk haar. Het zijn dus hele kleine deeltjes waar we over praten. En wat doen die hele kleine deeltjes? Hoe kleiner ze zijn, hoe verder ze in ons luchtsysteem kunnen terechtkomen. En de grove deeltjes blijven vooral in je neus zitten, maar de fijnere komen in je longen en de nog fijnere komen zelfs in je bloedbaan terecht. En de Wereldgezondheidsorganisatie en ook de Clean Air and Climate Coalition die schatten dat er in wereldwijd zo'n 7 miljoen mensen vroegtijdig sterven door slechte luchtkwaliteit. En dat is niet alleen buitenlucht, dat is zowel buitenlucht als binnenlucht. Dus we praten nog steeds over een flink probleem wereldwijd, een groot probleem wereldwijd.
We meten ongeveer bij het RIVM vanaf begin jaren 90 meten we fijn stof in de lucht. Niet met fijne sensoren, zoals nu ook gaat gebeuren, in deze campagne, maar met vrij grote apparatuur. En je ziet hier de concentraties van fijn stof in Nederland, op regionale stations, dat noemen we stations die ver weg liggen van menselijke bewoning, op stadstations en op straatstations, dus echt dicht bij waar de auto's rijden, waar de mensen wonen. En je ziet dat op alle stations zie je ongeveer een halvering van de fijnstofconcentraties in de afgelopen pak een beetje 25 jaar. Dus de lucht is een stuk schoner geworden dan die vroeger was. Ik heb het afgelopen jaar met een aantal collega's onderzoek gedaan van hoeveel hebben we nou gewonnen al de afgelopen jaren? We weten natuurlijk, sinds 1980 is de economie sterk gegroeid. Het linkerplaatje laat zien hoe het wegverkeer op snelweg is gegroeid. Hoe het vrachtverkeer op snelweg is gegroeid. Enorme toenames in intensiteiten door de economische activiteiten. Tegelijkertijd zijn allerlei maatregelen genomen in Europa. We begonnen ongeveer in 1980. Denk maar aan de driewegcatalysatoren. Tegenwoordig heel normaal. Maar vroeger was dat een flinke doorbraak. En later de roetfilters en allerlei andere maatregelen bij de industrie. Waardoor, ondanks de economische activiteit die sterk gegroeid is, toch de uitstoot sterk gedaald is. Ik heb dat doorgerekend met een model, vergeleken met metingen ook. En het rechterplaatje laat zien hier, zeg maar de baseline situatie die we nu hebben. Gemiddelde fijnstofconcentratie, hoe die is gedaald. Met hier de waarnemingen, de blauwe lijn het model. Een duidelijke daling in de concentraties. Dit laat zien wat er zou zijn gebeurd als er geen Europese maatregelen waren genomen. Dan hadden we met fijnstof niet gezeten op een, zeg, 20 microgram per kubieke meter, maar boven de 100. En dat zijn situaties die we dan nog steeds in steden in India en China kunnen tegenkomen. Dus een hele grote toename zou er zijn geweest in de fijnstofconcentraties. En als je dit doorrekent, momenteel zitten we op zo'n levensduurverkorting in Nederland, gemiddeld van zo'n 9 maanden à 12 maanden voor de Nederlander gemiddeld. Zonder de Europese maatregelen zou dat zo'n 7 jaar levensduurverwachting verkorting zijn geweest. Dus door het Europese luchtbeleid hebben we zo'n 6 jaar gemiddeld gewonnen in levensverwachting. Er is altijd de gemiddelde levensverwachting, is een lastige, want sommige mensen hebben er veel meer last van dan anderen. Sommige mensen leven een stuk minder korter, en andere mensen hebben er veel minder last van. Maar gemiddeld is de schatting dat we zo'n 6 jaar langer leven, onze levensverwachting 6 jaar langer is, door het Europese luchtbeleid. Dus heel goed nieuws, we hebben al heel veel gewonnen. Maar nog steeds leven we 9 maanden tot een jaar korter, doordat de lucht niet optimaal is in Nederland. Wil ik even een perspectief plaatsen waar we over praten? Nou, Hans Brug was de afgelopen jaar ook heel veel in het nieuws rond de stikstofproblematiek. Luchtkwaliteit praten we nu over. En een ander groot probleem is natuurlijk de broeikasgasemissies. Dus ik heb hier een figuur gemaakt waarin de luchtkwaliteit en dan in de gezondheidseffecten die ermee samenhangen, de stikstofdepositie en de broeikasgasemissies naast elkaar zijn gezet. En welke sectoren daaraan bijdragen. Dan zie je, als je naar de luchtkwaliteit kijkt, dan is verkeer en vervoer een grote binnenlandse bron van de gezondheidseffecten van luchtkwaliteit. Het buitenland, alle buitenlandse bronnen bij elkaar, dragen ongeveer de helft bij aan Nederlandse luchtkwaliteit. Dus dit laat duidelijk al zien dat we willen onze luchtkwaliteit in Nederland verbeteren, kunnen we zelf wat doen, deze bronnen allemaal, maar het is ook heel sterk afhankelijk van het buitenland. Dus we moeten zowel Europese afspraken maken als in Nederland op nationale en lokale schaal wat doen. Kijken naar de stikstofproblematiek, ja, er komt toch daaruit dat de landbouw met zo'n 40-45% de grootste bijdrage heeft aan de stikstofproblematiek. Maar er ook een forse bijdrage van het landbouw. Zo'n 1/3 komt van de landbouw. Daar ook weer, Daar ook weer in de landbouw een grote bijdrage. Maar industrie, verkeer en de huizen en zo hebben er nog een stuk kleinere bijdrage bij, maar niet verwaarloosbaar. En het derde grote probleem, natuurlijk de broeikasgasemissies. Dan zie je dat de industrie de overgrote bijdrage heeft. Zeg maar onze elektriciteitsproductie en de zware industrie die het doen. Maar ook verkeer, met nog zo'n bijna 20%, ook een significante bijdrage. Als we denken aan het akkoord van Parijs, waar we 95% terug willen in de broeikasgasemissies, Nederlandse doelstelling ook, dan zie je wel dat je alle sectoren moet aanpakken. En ik heb het buitenland weggelaten hier, want natuurlijk het is een mondiaal probleem. Het mooie van dit plaatje vind ik dat je laat zien dat je maatregelen moet nemen op verschillende terreinen, om verschillende problemen aan te pakken, maar dat geen één probleem met maar één sector kunt oplossen. Alle sectoren dragen bij, dus je moet op allerlei niveaus maatregelen nemen. Nu weer terug naar de luchtkwaliteit alleen.
zoals ik gezegd, de luchtkwaliteit is sterk verbeterd de afgelopen jaren in Nederland, maar niet schoon genoeg. De lockdownmaatregelen die ongeveer rond 15 maart in Nederland ingingen, die hebben ook als het ware hele ongelukkige aanleiding natuurlijk, maar zijn ook wetenschappelijk gezien een heel mooi een wetenschappelijk experiment echt, om te kijken wat met de luchtkwaliteit gebeurd is. En dan heel sterk in april kwam we dit soort plaatjes naar voren, die zien dat in China de lucht een stuk schoner is doordat de lockdownmaatregelen zijn ingegaan. Links het plaatje van een slechte luchtkwaliteit en rechts waar het een stuk beter is als een groot deel van de industrie en het verkeer stil ligt. Enigszins vertekend vind ik het er altijd bij. Ze vergelijken hier een maand januari met een maand februari. Maar wat is nou de referentiesituatie geweest in februari? Ja, dat weet je niet, want dat kun je niet zomaar achterhalen. Je vergelijkt het met een vorige maand. Wat ook toevallig hierboven staat gelukkig, is dat er stikstofdioxide is. Maar de grote gezondheidseffecten hangen samen met fijn stof. Dus de luchtkwaliteit was in China wel beter, maar is dat ook voor fijn stof het geval geweest? Nou ja, dat laat dit figuur niet zien. Dit heeft ons getriggerd om eens te gaan kijken wat de situatie in Nederland was. Dus een onderzoek dat ik nog aan het afronden ben samen met collega's van het RIVM, en ook met de DCMR en de Rijnmond erbij, om te kijken wat de situatie in Nederland was. Dit is een plaatje van alle meetstations in Nederland van de stikstofdioxideconcentratie, de NO2-concentratie. Het laat hier de verschillende jaren zien, en ook het jaar 2020, en dit grijze vlak is dan de lockdownperiode. Dus wat je ziet, dat je inderdaad tijdens de lockdownperiode hebben we lagere concentraties dan we in de andere jaren hadden in dezelfde periode. Maar ja, we hadden dat ook al in de periode voor de lockdown. Dus de vraag, wat heeft de lockdown daaraan bijgedragen? Of is het gewoon een toevallige meteorologische omstandigheid? Als je naar fijn stof kijkt, dan zie je tijdens de lockdownperiode, de paarse band hier, op de concentraties die, nou, zelfs min of meer vergelijkbaar waren, leek het wel, met de concentratie in de voorgaande jaren. En zelfs in februari en begin maart waren de concentraties zeker zo laag. Dus wat is hier de oorzaak van? Dat is de meteorologische variabiliteit. Want ik weet niet of we kunnen herinneren, maar sinds de tijd dat wij alweer thuis moeten zitten, vanaf halverwege maart, was het 2 maanden lang ontzettend mooi weer. Ongewoon mooi weer. Aanvoer van oostenwind, wat relatief ongebruikelijk is in Nederland, met veel zonneschijn. Dus we hadden geen normale situatie. Dus willen we achterhalen wat de lockdown gedaan heeft, kunnen we niet zomaar deze periode vergelijken met voorgaande jaren of met een voorgaande maand. Want we moeten meteorologie meenemen. Dat heb ik samen met collega's van het DCMR dat gedaan. We hebben dus een model opgezet. We hebben gekeken, wat zou nou de luchtkwaliteit zijn geweest als er geen coronamaatregelen waren geweest in deze periode. Dat is als het ware een statistisch model waarbij je een schatting maakt of een predictie maakt van de huidige luchtkwaliteit in de afgelopen maanden zonder lockdownmaatregelen. Als waren een verwachting voor de wat is er zijn geweest. En dan krijg je dit plaatje. En dan zie je hier effecten op. Zeg, deze heeft de middelste kolom hier. De NO2-concentratie. Verkeerssituaties. Stadssituaties en regionaal. En dit is de onzekerheidsband die erbij gegeven wordt. Een 95% onzekerheidsband. En we zien dus dat NO2, zeker op verkeerssituaties, maar ook regionaal, met zo'n 15-30% is afgenomen. Er is de onzekerheid erbij, maar dus een duidelijke verbetering van NO2-concentraties. Als we kijken naar PM10 fijnstof, nou, dan is de afname maar iets als 5% geweest. Net significant. Statistisch significant. PM2,5, iets kleinere deeltjes, komen wat verder in de atmosfeer. Daar is de afname zo'n 15-20%. En duidelijk statistisch significant. Maar lang niet zo groot als die was voor de NO2-concentraties. Of zelfs voor de NOx. Dus dit laat een veel beter beeld zien. Met veel meer een robuuste aanpak om laten zien wat nou echt de impact op de gezondheid is geweest van de corona-lockdown-maatregelen. In plaats van alleen maar te kijken naar een paar jaar vergelijken. Dus de boodschap is eigenlijk van, wil je een goed beeld krijgen van wat de effecten van de lockdown zijn, dan kun je niet alleen maar meten, maar moet je ook heel duidelijk slim kijken naar hoe je de meting moet interpreteren. Ik denk dat ook de boodschap is voor als je met sensoren gaat meten. Het is een fantastisch instrument, maar je moet goed kijken hoe je de getallen kunt interpreteren. Daar heb je vaak nog extra instrumenten voor nodig, als andere metingen of modelberekeningen. Dat was wat ik jullie wilde meegeven. Mochten er vragen zijn, dan kunnen jullie die in de chat stellen. Nou, heel erg bedankt, Guus, voor dit mooie verhaal. Zijn er mensen die daar nog vragen bij hebben?
Ik heb in de chat nog geen vragen gezien, behalve iemand die vraagt van gaan we hier ook een internationaal project van maken of blijft dit nationaal? Nou ja, we zijn nationaal begonnen, maar we hebben natuurlijk altijd de ambitie om dit uit te rollen. Het is natuurlijk altijd heel erg leuk als je ook inderdaad, omdat het een grensoverschrijdend probleem is, zoals jij al zo mooi zei, Guus, zou het leuk zijn als we ook bijvoorbeeld met Duitsland samen kunnen gaan werken en eventueel wereldwijd. We hebben natuurlijk het netwerk van scholen. Dus ja, wat dat betreft zouden we het kunnen zien als een pilot. Ik zag een vraag van Sarina binnenkomen. Die had goed opgemerkt dat Oostland was toegenomen. Dat klopt. Het aparte is, als je stikstof korte tijd laat afnemen, dan kan ozon toenemen. Want ozon reageert normaal met stikstofoxide. En dat dempt daarom de ozonconcentratie. Dus ja, een afname van NOx kun je een toename geven in ozon. Daarbij gezegd, het was ook heel mooi weer. Dus dat geeft ook een toename in ozonconcentraties. Nu is het wel zo erbij te zeggen ook dat ozon met de huidige concentratie die we de afgelopen maanden hadden, of die we vooral in het voorjaar hadden, dat waren nog relatief lage concentraties, wel toegenomen tot van de referentiesituatie, maar nog zo laag dat je niet over zomersmog kunt praten. Dan moet je echt hogere concentraties hebben met langdurige en warme weer. Ik heb nog een vraag van Jesse Stevens. Die vraagt of het model ook per regio in Nederland is gedraaid, want ze is benieuwd naar de resultaten per regio. We hebben het model gedraaid op alle meetstations. We hebben dus gegevens over de verschillende regio's heen. Maar dan moet je erg opletten. Want als je naar één meetstation gaat kijken, dan kun je soms heel ander beeld zien. Bij sommige meetstations zie je zelfs een toename in fijnstof in de periode. En dat is dan de vraag, is dat representatief voor een groter gebied? Is dat toevallig een uitschieter van het meetstation? Of kon ons model dat we hebben gebruikt niet goed een achtergrond, een referentiesituatie voor die locatie genereren? Dus ik vind het heel tricky om op paar stations te gaan kijken. Ik vind het wat veiliger om een 20-tal stations samen te nemen en daarover een uitspraak te doen dan op een enkel station en dat aan een regio toe te kennen. Ja. Verder nog zie ik geen vraag in de chat verschijnen. Ik wil jou daarom heel erg bedanken, Guus. Ik denk dat naast Leonardo DiCaprio je een hoop nieuwe fans hebt gekregen weer, die geïnteresseerd zijn in jouw onderzoek. Heel erg bedankt. Ik hoop dat je nog even bij kunt blijven. Doe ik. Want ik wil nu graag het woord geven aan Hester Volte van het RIVM en Ton Rekman. Zij zijn beide bestuurslid van GLOBE, van de Stichting GLOBE Nederland. Ton Rekman is voormalig docent natuurkunde aan het Damsteden. En beide volledig bevlogen van deze fijnstofcampagne, mag ik wel zeggen. Dag en nacht zijn ze er de afgelopen maanden mee bezig geweest. En ik denk dat we een heel erg mooi resultaat hebben. Dus zij gaan nu aan jullie uitleggen hoe dat op school wat meer praktisch aan de gang gaat. Althans, Hester zal iets meer beginnen met de theoretische achtergrond. En Ton zal daarna met name op de praktische invulling op school ingaan. Hester, mag ik jou het woord geven? Ja, dankjewel Matthijs. Dus inderdaad, GLOBE project is echt al een droom van jaren nu om met scholieren fijnstof te gaan meten. Dat is iets wat we bij Samen Meten team echt heel graag willen. En dat gaat nu eindelijk gebeuren, dus dat is wel hartstikke leuk. Ik moet even kijken hoor. Ik ga even mijn scherm delen, maar ik zit niet helemaal op de goede plek. Oh jee. Toen we oefenden ging het wel zo goed. En ik moet even kijken of het geluid nu gedeeld is. Nou zeg. Dit is dus wat ik ga laten zien, is het een gedeelte van het lesprogramma, de introductieles. En we hebben het een klein beetje ingekort, zodat we nog wat tijd over hebben om ook nog wat verder over het vervolg van het project te vertellen.
En ik ga jullie dus snel eventjes door een gedeelte van de introductie heen lopen. Matthijs, waarschuw me even als het geluid het straks niet doet. Ja. En nou, we gaan beginnen ook weer door met Lesson Up mee te doen. Dit is de oude Lesson Up nog. Ja, we hebben dezelfde code nog. Dan zit iedereen er al in. Kan dat? Dat kan, maar dan tellen de vorige antwoorden ook allemaal mee straks. Nou, dat is niet helemaal eerlijk. Matthijs, kun jij er nog wat aan doen? Of, Nou, ik heb die vorige heb ik afgesloten. Dus ik denk dat je gewoon door moet gaan en dan kijken we wat er gebeurt. Oké, we gaan gewoon door. Nou, dan zitten jullie er allemaal in. Dat is in ieder geval al hartstikke handig. We beginnen met een vraagje wat bedoeld is om er even in te komen. Fijnstof betekent kleinstof zoals in. Fijne vakantie, fijn gemalen, fijn weekend of fijne sfeer. Wat is het antwoord? Nou, ik zie dat de leerlingen goed gaan. Ik heb 35 antwoorden. Nu heel snel je antwoord geven of we gaan door. De meesten zeggen fijn gemalen zoals in, ja, fijn gemalen en dat klopt natuurlijk. Dat gaat nu helemaal goed. De kop is eraf. Nou, waarom gaan de leerlingen wat weten over fijnstof? Daar hebben we natuurlijk nu al een heleboel over gehoord. Hè? Het is een heel relevant probleem. Het gaat om wat je inademt. En dat heeft invloed op het milieu, op het klimaat, maar ook op je gezondheid. Dus deze fijnstofcampagne gaat over het zelf meten van fijnstof. En het leuke voor het RIVM is dat wij die metingen ook daadwerkelijk kunnen gebruiken. Dat gooien we op een hoop met alle andere informatie die we hebben. De modellen en de officiële metingen. En dan krijgen we een gedetailleerde beeld. Dus het is voor ons ook gewoon heel erg leuk. En dat is natuurlijk dan weer leuker voor de studenten. Omdat ook, dat ze daar ook aan bijdragen. Luchtkwaliteit en fijnstof. Wat weet je over fijnstof? Als het goed is, wacht even, nu zit ik hier. Jullie krijgen 1,5 minuut om eventjes op te schrijven wat bij je opkomt als je denkt aan luchtkwaliteit. En ik ga gewoon meteen kijken. Gezondheid komt allemaal op. Ja, corona wordt inderdaad erger. Ja, mooi veel. Er komen veel associaties langs. Zo. We hebben het natuurlijk al even over gehad. Ik ben ook heel benieuwd wat de scholieren zelf straks mee komen. Ik heb wel eens lesgegeven op een lagere school. En toen viel het me op hoe ontzettend veel die kinderen eigenlijk al wisten over lucht en over milieu. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ik ga even kijken. Ja, er komen nog steeds dingen binnen. Nog een paar seconden. Schrijf het allemaal op. En we gaan zo even kijken. Wauw. Kijk eens. Zoveel kan bijna niet allemaal zien. Ja, uitstoot, gezondheid, schone luchtakkoord. Je ziet het niet. Helemaal waar. Industrie, vuurwerk, klopt. CO2, schone lucht. Complex, zeker. Binnen- en buitenland. Nou, hartstikke mooi. Ik ga er later nog eens een keer precies naar kijken. Nu een vraag
over een misverstand wat vaak voorkomt. Welke stof in de buitenlucht is nou eigenlijk niet direct slecht voor je gezondheid? En wat slecht voor je is, is natuurlijk altijd een kwestie van dosering. Zelfs als je te veel water drinkt, kan het nog slecht voor je zijn. Maar wat in een normale buitenluchtconcentratie is nou niet direct voor je gezondheid? Is dat fijnstof, kooldioxide, stikstofdioxide of ozon? Nou, kom maar op met die antwoorden. En we gaan kijken. Koolstofdioxide. Nou, de meeste van jullie hebben het helemaal goed. Bij normale buitenluchtconcentraties is koolstofdioxide niet slecht voor je. Het is natuurlijk wel een broeikasgas, dus het is wel degelijk een groot probleem. Maar voor onze gezondheid doet het niet zoveel. Fijnstof wel, stikstofdioxide ook en ozon. Maar koolstofdioxide, dat is... kan wel binnen een probleem zijn. Dus als je in de schoolklas zit en je doet de ramen open, dan kan dat de hoeveelheid koolstofdioxide die we zelf uitstoten, dan kan je dat afvoeren. Want je wordt er wel een beetje suf van als er veel in de lucht zit. Maar dat is eigenlijk vaak binnen meer een probleem dan buiten. Goed, we gaan verder met een filmpje. Een heel leuk filmpje over... Kun je fijnstof nog zien? Nou, deze dames hebben daar een oplossing voor gevonden. En dan moet je even zeggen of er geluid is of niet. Ik ben Annemarie en ik maak een servies wat gekleurd is met fijnstof van Rotterdam. Oké, mooi. We gaan naar die hele vieze plekken in Rotterdam. Nou, er komt echt heel veel verkeer langs. En wat we doen is al die aanslag die van die auto's afkomt. Het zit dan vooral bij de tunnels op al die tegeltjes. En die kunnen we er afpoetsen. Dus we hebben echt een emmer en een sopje. En dan laten we alles wat in die emmer zit, laten we bezinken. En dan krijg je uiteindelijk vieze drap. Die laten we indrogen en dan krijg je poeder. Nou, hier zie je dus inderdaad het fijnstof wat we opgepoetst hebben en wat ingedroogd is. En van dat poeder maken we een glazuur en dat glazuur brengen we aan op het servies. En dat servies hebben we zelf gegoten met porselein in dit geval. We willen heel graag het fijnstof tastbaar maken. Ja, wie gaat er nou van een vies servies eten? Dus op het moment dat je daarvan van eet, wordt meteen zo van die walging ervan. Terwijl dat eigenlijk hetzelfde viezigheid is die je dan ook door je mond inademt. Fijnstof zijn heel kleine stofdeeltjes in de lucht van 0,01 mm of kleiner. Ze komen overal vandaan, van diesel- en benzineauto's, maar ook door slijtage van de weg en van autobanden. Industrie stoot fijnstof uit en boerenbedrijven ook. Maar fijnstof wordt niet alleen uitgestoten door de mens, ook door de natuur. Bijvoorbeeld als zoutkristallen uit zee in de lucht terechtkomen. Nou, wat je hier ziet zijn onze eerste samples waarin we de fijnstof zijn gaan mengen met de glazuur. Deze is 1 jaar ademen in Rotterdam en dit is uiteindelijk 85 jaar ademen in Rotterdam. Inademen van fijnstof is vergelijkbaar met roken, maar dan minder heftig. Je longen kunnen erdoor achteruit gaan en je kunt er uiteindelijk longkanker of hart- en vaatziekte van krijgen. Als Nederland fijnstofvrij zou zijn, leefden we gemiddeld 9 maanden langer. En dat is wat het dus na 70 jaar in je longen zit. 70 jaar ademen in Rotterdam. We willen uitdragen dat we die lucht die zo vies is, dat we dat allemaal zelf doen. En dat we daar uiteindelijk ook zelf iets aan kunnen doen. Dus door ons gedrag te veranderen, dus door minder vaak de auto te pakken en vaker de fiets. En dat kun je pas doen als je ziet wat het is. Dus voor iets wat onzichtbaar is, is het zo moeilijk om je gedrag te veranderen. We hebben een test laten doen door TNO. Is dat nou wel veilig? En het antwoord is ja. Dus je kunt er van eten en likken. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld van hoe je toch fijnstof zichtbaar kunt maken. En dan nu nog een filmpje over... iets meer in de diepte over wat fijnstof is. Fijnstof zijn kleine vaste deeltjes die in de lucht zweven. Bijvoorbeeld roetdeeltjes uit uitlaatgassen van auto's, maar ook van fabrieken of houtkachels. Of deeltjes die vrijkomen door slijtage van autobanden bij het rijden. Of het zijn ammoniakzouten afkomstig uit de landbouw. Maar er zijn ook natuurlijke fijnstofdeeltjes, zoals zand en zeezout.
In deze voorbeelden hebben de deeltjes allemaal een andere bron. Fijnstof dat bestaat uit zout ziet er heel anders uit dan fijnstof dat bestaat uit roet of uit zand. Waar het deeltje uit bestaat, bepaalt de eigenschappen van het deeltje. Maar welke eigenschap is dan belangrijk? Wil je de vorm weten? Wil je weten hoe ruw het deeltje is? Of het deeltje poreus is? Welke kleur het deeltje heeft? Of dat het deeltje doorzichtig is? Of het deeltje reageert met andere stoffen of misschien met water? Waar bestaat het deeltje uit? Is het deeltje plakkerig? Dat zijn allemaal verschillende eigenschappen en alle deeltjes kunnen allemaal heel verschillend zijn. Daarom hebben ze ook allemaal een ander effect op de omgeving of op de gezondheid. Alle verschillende eigenschappen van alle deeltjes meten, dat is bijna niet te doen. Maar er komt nog iets bij, want ook in grootte kunnen de deeltjes heel erg verschillen. En dat is ook belangrijk om te weten, want kleine deeltjes komen veel dieper in je longen terecht. Hoe groot zijn die fijnstofdeeltjes dan? Fijnstof is zoals de naam zegt fijn, dus klein. Daar bedoelen we mee kleiner dan 10 micrometer. Een micrometer is een duizendste millimeter. Dat is dus een tiende van een tiende van een tiende millimeter. Dat is zo klein dat je de deeltjes met het blote oog niet kunt zien. Dan zijn er ook nog deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer, die noemen we ultrafijne deeltjes. UFP, ultrafine particles. Ultrafijnstof komt onder andere vrij bij veel verbrandingsprocessen. Zoals je hier kunt zien is een deeltje van 10 micrometer ongeveer 5 keer zo klein als een haar. Deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer zijn er nog een keer 100 keer kleiner. Dat is een heel groot verschil. Stel dat het grote fijnstofdeeltje zo groot zou zijn als een kei van 10 centimeter, dan is het kleine stofdeeltje zo groot als een zandkorrel van 1 millimeter. Kortom, fijnstof meten is heel erg moeilijk omdat fijnstofdeeltjes allemaal zo verschrikkelijk verschillend zijn. In samenstelling en in grootte. We zijn eigenlijk al heel erg blij als we ongeveer weten hoeveel fijnstof er in de lucht zit. En wat daarbij komt kijken, dat laten we zien in een ander filmpje. Oké, nou, dan gaan we nu weer eventjes iets doen. En dan is de volgende vraag voor jullie. Sleep de bronnen van fijnstof naar het fijnstofvakje. Dus wat zijn bronnen van fijnstof? En dat kun je nu zelf slepen. En ik kan zien wie er goed bezig zijn. Want die worden steeds groener. Het zegt niks over of het antwoord goed is. Het zegt alleen over hoe goed je opschiet met deze. Vraag. Nou, als de meeste mensen hem gedaan hebben. En ik zie al wat. Wat LVM-collega's ertussen zitten die denken van nou, laat ik maar niet meedoen, want dat is niet eerlijk. Oké, nou, nog 5 seconden. 3, 2, 1. Daar gaat hij. En dit was het goede antwoord. Ja, dus ze hebben het wel vaak over aerosolen in verband met corona, maar dat is niet hetzelfde als fijnstof. Hoewel het woord dat eigenlijk wel een beetje suggereert, want aerosols is in het Engels wel hetzelfde woord. Kijk, daar zijn er toch een heleboel die het helemaal goed hadden. Prima. Nou, dan gaan we snel verder. Nog eventjes een herhaling. Nou, dit hebben jullie al een paar keer gezien, dus daar ga ik nu even heel snel overheen. En dan nu weer een open vraag. Hoe beïnvloedt fijnstof het leven, ons leven? En als het goed is, kunnen jullie dat nu invoeren? En ik zie al het een en ander verschijnen. Dus ik ga proberen alvast op wat dingetjes te klikken. Ja.
ademhalingsklachten. Het heeft invloed op je leeftijd. Inderdaad. Nou, ik zie al een heleboel antwoorden. Ik ga snel naar het eindresultaat. Oké, kom maar op. Ja, dat zijn hart- en vaatziekten, zie ik ook. Dat is inderdaad nog misschien nog wel een groter probleem dan de ademhalingsproblemen. Omdat je, als je lucht, als je moeite hebt met lucht krijgen, krijg je hart het ook harder te voortduren. Dus dan kan je ook gewoon zomaar opeens het doodje leggen. Maar we gaan nog eventjes verder kijken naar een filmpje daarover. Dus daar gaan we weer. Ja, fijnstof, dat zijn eigenlijk de kleinste deeltjes die in luchtvervuiling voortkomen. Gedeeltelijk komt het van natuurlijke bronnen, hè, zoals zand wat afgesleten wordt. Maar een groot deel wordt veroorzaakt door verbranding van fossiele stoffen. De adem gaat zeg maar richting de hoofdluchtpijp. En dan zie je heel mooi in dit model dat de luchtpijp zich vertakt tot in de kleinere luchtwegen die helemaal diep hier in de longen zichtbaar zijn. En zover komt dus ook het fijnstof wanneer je het inademt. En dat heeft gevolgen voor de gezondheid. Dan plakken ze op een gegeven moment aan het longslijmvlies. En er is ook wel uit onderzoek gebleken dat het daar een soort ontstekingsreactie, hè, een activatie van de ontstekingscellen kan teweegbrengen. Hoe dat nou precies werkt en welk onderdeel nou van die fijnstof dat veroorzaakt, ja, dat is nog een speurtocht waar we nog mee bezig zijn en waar nog onderzoek naar gebeurt. Want fijnstof bestaat uit verschillende hele kleine deeltjes. En welke nou precies gevaarlijk zijn, is nog niet bekend. En hier staat dan PM10, dat is fijnstof. Dat zijn de kleinere deeltjes. En ondanks dat sommige van die deeltjes gevolgen hebben voor de gezondheid, is het bijvoorbeeld minder gevaarlijk dan roken. Ja, het risico op bijvoorbeeld het ontwikkelen van hartinfarct of longziekte, ja, dat is bijvoorbeeld vele malen groter wanneer iemand rookt dan de factor die veroorzaakt wordt door de luchtvervuiling. Maar ik vind wel dat er aandacht voor moet zijn, ja zeker. Oké, nou, nu even een vraag voor de mensen die goed hebben opgelet. Hoe ver dringt een deeltje van 10 micrometer, dat is eigenlijk het grootste deeltje wat we nog onder fijnstof rekenen, hoe ver dringt dat door in het lichaam? Is dat tot in je neus of keel? Is dat tot in je bronchiën? Tot in je longblaasjes of tot in je bloedbaan. Nou, ik zie dat we bijna allemaal al een antwoord hebben gegeven. Dus het wordt tijd om naar het antwoord te gaan. En het antwoord is in je neus of keel. Dus een deeltje wat 10 micrometer groot is, komt niet zo ver in je. Is precies de reden waarom we bij fijnstof ook naar die deeltjes kijken die kleiner zijn dan 10 micrometer. Want pas als ze kleiner zijn dan 10 micrometer komen ze dieper lichaam in. En deeltjes die groter zijn dan 10 micrometer, nou, die blijven hangen in je neus en je hoest ze weer uit of je niest ze weer uit. Maar nu naar de ultrafijn stofdeeltjes, die hebben we ook al een keer horen langskomen. Hoe ver komen die in je lichaam terecht? Dus dat zijn de deeltjes die echt heel klein zijn, 100 nanometer of in die orde. Tot hoe diep kunnen die in je lichaam zich verspreiden? Nou, nog even een paar seconden. Ik zie dat de meeste mensen al een antwoord hebben gegeven.
Kijk, en nu hebben jullie het voor een heel groot gedeelte wel goed. Die kunnen tot in je bloedbaan komen. Dus daarom is er ook op dit moment veel te doen over ultrafijnstofdeeltjes. Want die kunnen gewoon heel ver je lichaam indringen. Dus hoe kleiner het deeltje is, hoe dieper het in je lichaam schade kan aanrichten. Er is nog wel een heleboel onderzoek over wat er nou precies gebeurt. Dus het eindantwoord daarvan weten we nog niet. Maar dat is natuurlijk ook gewoon een reden waarom we dat willen meten. Goed, dan hier nog even een slide om nog even te recapituleren. Hè? Dus hoe kleiner de deeltjes zijn, hoe dieper ze in je longen terechtkomen. Daar ga ik nu even snel doorheen. Hoeveel korter leeft de gemiddelde Nederlander als gevolg van fijnstof? Is al een paar keer langsgekomen. Als je goed hebt opgelet, dan kun je het weten. Is dat 9 dagen? Is dat 9 weken? Het gaat om een gemiddelde, dus het zal voor sommige mensen veel meer zijn dan voor anderen bijna niks. Is het 9 maanden of is het 9 jaar? En ik zie dat bijna iedereen een antwoord heeft gegeven. En iedereen, een heleboel mensen hebben goed opgelet, want het is inderdaad 9 maanden, 9 jaar, dat is eigenlijk meer de hoeveelheid die je korter leeft gemiddeld als je een roker bent. En dus dat is afhankelijk van hoe zwaar een roker je bent, is dat van een paar jaar tot van een jaar of 5 voor niet zo zware rokers, tot een jaar of 13 voor echt hele zware rokers. Dus het is roken, als je rookt, hoef je om de luchtkwaliteit geen zorgen te maken. Maar als je niet rookt, ja, dan is die 9 maanden toch voor een gemiddelde nog wel heel hoog. Dus het is toch wel iets om je even mee bezig te houden. We gaan snel verder, want we gaan even kijken naar de techniek. Want we gaan nu fijnstof meten met scholieren zelf. En die hebben daarvoor een sensor gaan ze zelf bouwen van het hart. Is deze sensor, die zien jullie hier ook. En ik heb een klein filmpje gemaakt om een beetje uit te leggen wat er gebeurt in die sensor. Hoe kan die dat nou meten? Hoe werkt een fijnstofsensor? Een sensor zoals deze Sensirion heeft een ventilator om lucht aan te zuigen en men meet lichtverstrooiing door fijnstofdeeltjes. Wat bedoelen we met lichtverstrooiing? Dat laten we zien in een proefje. Het bijzondere van laserlicht is dat het altijd precies rechtdoor gaat. Dat verandert als we de melkpoeder in het water gooien. De deeltjes die nu in het water zitten, verstrooien het laserlicht alle kanten op. Van de zijkant kun je nu ook licht zien. In de sensor zit een piepklein lasertje, een ventilator om lucht aan te zuigen en er zit ook nog een lichtdetector onder een hoek met de laserstraal. Als er fijnstof langskomt, verstrooit dat het licht en ziet de detector een signaal. De sensor telt hoeveel deeltjes er langskomen en wat hun oppervlakte is. Dan weet je nog niet hoeveel massa die deeltjes hebben in microgrammen per kubieke meter aangezogen lucht. Met een microprocessor waar de fabrikant slimme software op heeft gezet, wordt het oppervlak omgerekend naar massa. Daarvoor moet je een schatting maken van de dichtheid van de deeltjes en van de vorm van de deeltjes. Een bolletje of een pannenkoek hebben een heel ander oppervlak. Hoe goed een sensor is, hangt dus af ook van de berekenmethode die erin gebakken zit. En dat is het geheim van de fabrikant. En al met al is het best knap dat je met zo'n klein apparaatje zo aardig fijnstof kunt meten. Oké, nou eventjes kijken of jullie hebben opgelet. Hoe meet de fijnstofsensor de fijnstofconcentratie? Welk principe gebruikt hij? Is dat lichtverstrooiing? Is dat de buiging van licht? Is het de verkleuring van het licht? Of het absorberen van het licht? En we gaan naar het antwoord. Dat is inderdaad lichtverstrooiing. En dat is eigenlijk een heel mooi principe waar van gebruik gemaakt wordt. Nou, als die leerlingen die metingen dan eenmaal hebben gedaan,
Zit deze sensor, de Sensirion, zit aan een klein computertje, Arduino. En die stuurt eigenlijk de metingen ook door. Je kan de metingen zelf ook bekijken op de computer. Maar ze worden ook doorgestuurd naar het samen metadataportaal van het RIVM. En dan wordt jouw meting ook zo'n bolletje op de kaart. En het mooie is, het heet samen meten. Dus je kan ook de metingen van de buren en van andere mensen zien. En ook vergelijken met de officiële data. Hoe kan je nou meer nog zien van je gegevens? Dat is door op zo'n bolletje te klikken. En dan zie je ook een grafiekje met jouw data van de afgelopen week. Je kan zelf de data invullen van waar je het wil weten. En je kunt ook de referentiestations zien. Dus de officiële metingen die het dichtstbijzijnde zijn bij jouw sensor. En dan eentje met een veel verkeer en eentje met weinig verkeer. Dus dan krijg je een beetje een idee van, doet mijn sensor ongeveer wat hij moet doen? Zijn er grote verschillen? Is er iets bijzonders aan de hand? En daar wou ik eventjes stoppen, want er is natuurlijk nog een heleboel te vertellen. Maar nu ga ik het woord geven aan Tom. Dan kan die gaan vertellen over hoe je met deze module ook echt lessen kunt opbouwen. Oké. Ik denk dat ik in de toren ben. Dankjewel. Ja. Een van de dingen die we... Ja, ik ben Tom Rekman. Ik heb jarenlang natuurkunde en NLT gegeven op Damstede in Amsterdam-Noord. Zit in het Globenbestuur, net als Esther trouwens. En we zijn met dit project hebben we onder andere bedacht dat we hier bij NLT een module over kunnen maken. Daar hebben we met de vereniging NLT over overlegd. En we zijn op het ogenblik bezig, samen met docenten uit Almere bijvoorbeeld, uit Hilversum, Tilburg, om een nieuwe NLT-module te schrijven over fijnstof, waarin we ook die techniek en ook dat verzamelen en interpreteren van alle data via de RIVM-site gaan verwerken. Ik hoop dat we het allemaal redden, maar het idee is dat het in december min of meer klaar is. Er gaan twee scholen die module testen in het voorjaar. Op de NLT-conferentie, die is helaas digitaal en vermoedelijk op 11 februari, gaan we die presenteren. Daarna passen we natuurlijk nog aan, ook wat we van de testscholen gehoord hebben. En dan kan je er in de zomer van 2021 mee gaan doen. Die NLT-module komen twee versies, eentje voor HAVO 4 en eentje voor VWO 4. En ons idee is dat je die in de tweede helft van het schooljaar doet, die NLT-module. Dat over NLT. Even kijken, de volgende. Ja, een ander idee is dat je dit project en de sensoren in kan zetten voor profielwerkstukken. Een uur geleden hoorde je Matthijs al een keer over een leerling van mij die al 15 jaar geleden een profielwerkstuk over aerosolen deed. Ik heb daar zelf altijd heel veel goede ervaringen mee, dat leerlingen die echt geïnteresseerd zijn gewoon een aantal maanden induiken. Het is heel fijn als je dan één sensor vast bij je school hebt hangen, want die gegevens kan je dan goed verwerken met de andere metingen van het RIVM. Maar leerlingen kunnen ook met een sensor die ze kunnen verplaatsen onderzoek doen. Een week lang bij een verkeersknooppunt kijken, of bij een industriegebied, of bij een kippenboerderij in de buurt, of wat dan ook. En op die manier kunnen leerlingen onderzoek doen met die metingen. Ze kunnen zich natuurlijk ook gaan verdiepen in hoe de meter werkt, de techniek erachter, of in het hele datagedeelte en het computergedeelte erachter. De tekst waarmee de Arduino geprogrammeerd is bijvoorbeeld. Dus er zijn heel veel verschillende onderdelen waar je je PWS op kan laten gaan. Ik weet dat op het ogenblik in Deventer al een school ermee bezig is. En we zijn van plan om bij Globe een soort databank te gaan maken van al die profielwerkstukken.
Nou, nog een andere mogelijkheid, dat is het technetium. Er zijn op het ogenblik een paar technetia, bijvoorbeeld in Goes en in Almere, die al heel druk met deze sensor werken en die al zelf opdrachten aan de leerlingen gegeven hebben, meestal aan de derde klas of de vierde klas, om ook soortgelijke onderzoeken, als ik net voor het profielwerkstuk schetste, om die te gaan doen, maar dan op het niveau van derde en vierde klasse technetium. Profielwerkstuk is natuurlijk voor de eindexamenklasse HAVO en VWO. En ook hier gaan we proberen al die verslagen bij elkaar te krijgen. Ja, dan nog algemeen lesmateriaal. Dus de volgende dia. Daar zijn we erg druk mee bezig. We publiceren vanaf vandaag een hele uitgebreide handleiding hoe je de sensor in elkaar moet zetten als je die mooie doos thuis krijgt die Hans Brug heeft laten zien. Wat je dan allemaal nog moet doen om te zorgen dat die echt werkt. Dat is een hele duidelijke en precieze handleiding geworden. We hebben die lesson up die we nu gepresenteerd hebben. Die kan je heel goed gebruiken in de les. Die duurt ongeveer 30 minuten, heb je gemerkt. Dus die kan je heel goed in een lesuur gebruiken. Die is ook beschikbaar. We zijn al aparte lessen aan het maken die je bijvoorbeeld bij scheikunde, biologie en aardrijkskunde kunt gebruiken. En we zijn bezig om te kijken hoe leerlingen via die samen meten site en nog een site die Hester niet genoemd heeft, samen analyseren. Dan betrek je ook bijvoorbeeld de windrichting erbij en het weer en de neerslag. Te kijken wat je meet en hoe dat dan precies met het fijnstof zit. De wind hebben we nog weinig genoemd, maar dat maakt natuurlijk heel veel uit of die wind vanuit Duitsland of België waait of dat die juist over de Noordzee aankomt waaien. Dat maakt heel groot verschil als het heel hard regent, zoals de afgelopen dagen. Dan wordt de lucht heel erg schoon, want dan komt de fijnstof mee naar beneden. Over al dat soort dingen praten we in dat lesmateriaal. En dat lesmateriaal komt beschikbaar via de Globus site. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat je dan ook Globus lid bent als je daarbij wil komen. Nou, tot zo kort maar even wat ideeën wat je met die fijnstofsensor kunt doen en welk lesmateriaal er allemaal al is en wat er verder komt. Oké, dan gaat Matthijs denk ik nu verder. Ja, Matthijs, het woord is aan jou. Ja, ja, dankjewel Ton en Hester. Het mooie aan dit moment om deze fijnstofcampagne te lanceren is dat er ook dit jaar, begin van 2020, een schone luchtakkoord is getekend tussen het kabinet, provincies en gemeentes. Dus die zijn eigenlijk allemaal, die zijn het met elkaar eens dat er iets moet gebeuren aan de luchtkwaliteit en die willen ze samen verbeteren. Ze hebben er ook allerlei doelstellingen aan verbonden. En zij ondersteunen ook deze campagne. Dus zij vinden het heel belangrijk dat jongeren betrokken zijn bij het doen van onderzoek naar lucht en daar meer over leren. En we hebben dus ook al gezien dat provincies, bijvoorbeeld de provincie Zeeland, heel geïnteresseerd is om samen te werken met scholieren. Dus ik raad je aan, als je dat leuk vindt, om ook te gaan kijken van misschien vindt mijn gemeente dat ook wel interessant, of mijn provincie, om samen te werken. Bijvoorbeeld doordat leerlingen hun resultaten komen presenteren. Of dat ze oplossingen bedenken en die gaan presenteren aan de gemeente of de provincie. De provincie Zeeland die heeft zelfs een soort onderzoeksvraag gesteld aan de leerlingen. Het waren dan technetiumleerlingen, dus die wilden ook een opdrachtgever hebben. Maar zo kun je verschillende manieren bedenken. En de gemeentes en de provincies die dit ondertekend hebben, dit Schone Luchtakkoord, die hebben ook tot doel gesteld dat ze willen dat ze ook met jongeren in contact willen komen. Dus dit is voor hun een hele mooie gelegenheid. Dus dat biedt jullie de kans om makkelijk binnen te komen. Mag ik de volgende dia? Dan hebben we ook nog een
filmpjeswedstrijd. Eigenlijk heel makkelijk. We roepen jullie op om je leerlingen te vragen om met hun smartphone zoveel mogelijk vast te leggen. Dus dat kan zijn van hoe maken ze die sensorkit, hoe hangen ze hem aan de school, hoe gaan ze ermee naar buiten. Ze kunnen ook leerlingen gaan interviewen over de luchtkwaliteit of docenten of mensen op straat, wat ze maar willen. Daar kunnen ze een kort filmpje van maken. En wij gaan daar weer, die filmpjes die gaan wij online zetten, maar we gaan daar ook de beste stukjes uitknippen. En dat die worden vertoond op bijeenkomsten van het Schone Luchtakkoord. Bijvoorbeeld in januari is er een Schone Luchtcongres. En als je daarvoor in aanmerking wil komen, dat die filmpjes van die leerlingen ook echt vertoond worden aan een hele groep van honderden beleidsmakers, dan moet je het inleveren voor 18 december. Het is natuurlijk wel heel tof als je als leerling ook recht in de camera iets kunt zeggen aan de beleidsmakers, wat je ervan vindt, of je kunt laten zien waar je mee bezig bent. Dan laat je het dus zien aan de mensen die de beslissingen daarover nemen. Dus dat lijkt mij zelf heel interessant. Op de website staat daar meer informatie over. Er is ook een formulier voor, of een soort folder voor leerlingen, waarin allerlei tips staan over hoe je een leuk filmpje kan maken en dat soort dingen. Ja, volgende. En dan is er nog een hele leuke kans, ook weer gerelateerd aan het Schone Luchtakkoord. Er is een online jongerenpanel. Dat vindt plaats op 17 november van 7 tot 9. En dat is ook weer via Zoom. Dat wordt niet door ons georganiseerd, maar door de VVM. En daar kunnen leerlingen meepraten over luchtkwaliteit. Er zijn allerlei sessies, parallelsessies. Daar kunnen leerlingen aan deelnemen. Die kunnen daar gewoon gratis meepraten. Maar ook hiervoor willen ze graag filmpjes laten zien van waar leerlingen mee bezig zijn. Dus als je het leuk vindt om je filmpjes daar ook zichtbaar te krijgen, dan moeten ze al 9 november worden ingestuurd. En we beseffen dat dat vrij snel is. Maar mocht dat lukken om dan al wat leuks te hebben, of dat de leerlingen dan al iets leuks in elkaar kunnen zetten, dan heel graag, dan kan dat dus vertoond worden. En kunnen de leerlingen eventueel ook zelf deelnemen aan die sessie, die discussie. Even kijken, volgens mij is dit de ene laatste. Ja, dit is natuurlijk een hele belangrijke. Jullie hebben de sensorkit net gezien bij Hansbrug. In dat mooie witte weerhuisje wat je ziet, dat is natuurlijk helemaal gebouwd zodat er geen regen in kan komen, maar wel lucht. Daarin zit een sensor, de Sensirion SP30. Die zie je onderaan, dat groene. Even kijken, mijn muis zien jullie ook. Dus mijn muis zien jullie niet natuurlijk. Dat is dat groene apparaatje. Die is verbonden aan een microprocessor, de Adafruit Feather Hassa. En wij hebben dat, of dat kun je je leerlingen laten doen. Ton vertelde net al dat we daar een hele handleiding voor hebben, hoe je dat in elkaar kunt zetten. Ik denk dat dat super leerzaam is en leuk om te doen. Maar het kost ook best wel wat tijd. Dus als je die tijd niet hebt en je vindt dat is niet de focus van jouw project. Je zegt ook, ik wil de data alleen verzamelen en de techniek daarachter vind ik minder interessant. Dan kun je ook gewoon ze in elkaar gezet bestellen. Dan zetten wij ze kosteloos. Er is geen meerprijs aan het in elkaar zetten. Zo'n sensorkit die kost €125 per stuk. En als je nu lid wordt, dan kun je er 2 voor slechts 50 per stuk bestellen voor nieuwe leden. En al die informatie en dat bestelformulier, dat kun je vinden op globenederland.nl/fijnstof. Volgende dia. Ja. Nou, dat is. Hebben jullie nog vragen voor Hester of Ton of voor mij? Ik weet niet of er al iets binnen was gekomen. Ja, ik kan dat nu zelf niet zien. Dus zal ik stoppen met sharen? Of, ik zie de chats nu wel. Even kijken. Er wordt hier gevraagd, is de betreffende module ook via Globe verkrijgbaar als je geen NLT-school bent? Jazeker, de NLT-module, daar zijn we aan het ontwikkelen voor NLT-scholen. En dat is echt, NLT-scholen hebben echt ruim de tijd om daar een heel project van te maken. Dat is echt een speciale module die ze kunnen volgen. Dus daar zit ook heel veel informatie en heel uitgebreid. Maar we hebben ook gedacht aan de scholen die geen NLT zijn. Dus we hebben ook gewoon regulier lesmateriaal wat je met een docentenhandleiding, met daarbij allerlei opdrachten voor leerlingen.
werkbladen en ook specifieke opdrachten voor bijvoorbeeld aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde. Dus dat is zeker ook mogelijk. En een andere vraag was, zag ik, van of hoeveel je er nodig hebt voor een klas. Nou, het idee is in ieder geval één die je vast ophangt bij de school. En dan, je kan er twee of drie nog hebben die leerlingen bijvoorbeeld op verschillende plekken neerzetten. Maar je hoeft er niet een heleboel te hebben. Dat wordt ook een beetje kostbaar, denk ik. Maar ik heb al van een school gehoord die er al 8 besteld heeft tegelijkertijd. Ja. Dus dat is wel degelijk mogelijk. En dat hangt er ook net van af. Als je het en bij NLT en als los project en voor profielwerkstukken en bij O&O in wilt zetten, ja, dan heb je er meer nodig natuurlijk. Ja. Er is nog een vraag over waar kan ik het materiaal in de SensorKit handleiding vinden. Die worden op dit moment online gezet. Die komen vandaag online. Een aantal dingen zullen openbaar toegankelijk zijn, maar het meeste zit achter een wachtwoord voor leden. Die hebben daar een wachtwoord voor. Ben je nou lid en ben je je wachtwoord kwijt, dan moet je even een mailtje sturen naar info@globenederland.nl. Dan gaan we dat voor je checken. En als je nog geen lid bent en je wil meedoen, dan raad ik je aan om een proeflidmaatschap te nemen. Dan ben je een jaar lang lid om het uit te proberen. En dan krijg je dus die korting op die SensorKits. Dat vind je als je naar globenederland.nl/proef gaat. Er is nog een vraag voor Hester. De data van de fijnstofsensoren, hoe krijg je die op je laptop? Dat is een kwestie van een USB-kabeltje aansluiten. Maar het is een goede vraag en ik denk dat we dat ook moeten proberen te beantwoorden in de handleiding. Dat we daar even iets over moeten opnemen. Want ik denk dat er wel meer scholen zijn die direct met de sensoren op die manier aan de slag willen. En het is ook zo dat de scholen in Goes dat bijvoorbeeld ook gedaan hebben. En Zierikzee. Ja, dus want dat heb je alleen nodig als je daarmee naar specifieke plekken toe wil. Als je hem gewoon op een vaste plek hangt op school, dan geeft hij gewoon zijn data automatisch door via de wifi. Ja, dus er zijn verschillende manieren waarop je met de data aan de slag kan. Hè? Dus je kan zeggen van nou, ik neem een sensor en ik hang hem eens een keer achter een brommer om te kijken wat er gebeurt. Of ik zet hem naast de barbecue. En dan heb je hele korte metingen met een hele specifieke situatie. En dan wil je eigenlijk je eigen data meteen op een laptop hebben. En hem niet eerst uurgemiddeld van een website van het RIVM afhalen. Maar die samen meten website, die geeft wel heel veel extra mogelijkheden. Doordat je daar metingen kunt downloaden ook die van over een veel langere periode verzameld zijn. En vaak is het met fijnstof toch wel heel interessant om ook naar langdurige verschijnselen te kijken. En ook om naar andere sensoren te kijken. Dus om te kijken van wat kan ik leren van mijn sensor ten opzichte van andere sensoren. Of van gemiddelde van een aantal sensoren. Dus er zijn allerlei manieren waarop je met die data aan de slag kan. Maar het blijft jouw data. Dus je kan ook altijd zelf over je eigen sensordata beschikken. Dat is een principe kwestie. Het is citizen science, de data is van degene die het gemeten heeft. Het is niet zo dat je een meetpaal bent van het RIVM en verder er niks mee te maken hebt. Zo is het niet. Mooi gezegd. Ik heb nog van Jeff een vraag. Die vraagt, hoe lang kan je meten met één kit? Ik denk dat je misschien bedoelt van, hoe lang gaat zo'n ding mee? Kan jij daar iets over zeggen, Hester? Nou, dat is een hele goede vraag. Volgens de fabrikant gaat die echt jaren mee. Maar het is een vrij nieuwe sensor, dus we hebben daar ook nog niet heel veel ervaring mee. Ik denk dat je al heel blij bent als je het gewoon een jaar doet. En een jaar voor dit soort sensoren is al best wel lang. En dat hangt ook wel een beetje vanaf waar die hangt. Hè? Dus als die in weer en wind hangt, onder extreme omstandigheden, dan gaat die misschien ook iets minder lang mee. Maar in theorie zou het dus een paar jaar kunnen zijn. Maar het zijn goedkope sensoren, dus het is voordat we die sensoren in een doos stoppen en ze naar jullie toesturen, dan hebben we hem al een keer gecheckt of hij het überhaupt doet.
En ik weet toen Marcella en ik begonnen om een paar sensorkitjes alvast voor te bereiden, om op te sturen. De allereerste die we pakten, die deed het niet. Wij maar zoeken wat we fout gedaan hadden. Maar het bleek gewoon dat die sensor het niet goed deed. Hè? Dus het is goedkoop spul. Dus je moet ook gewoon een beetje geluk hebben soms, hoe lang je het doet. Ja, en het is wel zo dat je krijgt het is een complete kit, hè, die wij aanleveren. Wij halen dat voor verschillende webshops op het internet, voegen wij dat bij elkaar. En doordat we het wat groter inkopen, kunnen we dat ook wat goedkoper doen. Maar ik denk wel, als ik dit nu pratende, denk ik van het zou qua duurzaamheid natuurlijk heel goed zijn als er een sensor kapot gaat, dat je dan een vervangende sensor erin stopt. Je hoeft dan niet voor €125 een hele nieuwe kit te kopen. Want dat weerhuisje bijvoorbeeld, dat gaat natuurlijk wel makkelijk 10 jaar mee. En dat hoef je allemaal niet opnieuw te kopen dan. Even kijken, we hebben nog wat vragen. Is het bij de nieuwe NLT-module de bedoeling dat je met de sensor op pad gaat? Ja, dat is wel een van de ideeën erachter. Wil jij daar wat over zeggen, Ton? Ja, dat is goed. De NLT-module wordt net als alle andere modules gemaakt voor ongeveer 8 weken les. En een aantal van die lessen zijn gewoon ook in de klas. Dus we plannen ongeveer 3 weken voor onderzoek terwijl je de NLT-module doet. Dus daar kan je wel mee op pad, maar als je binnen de tijd van NLT wil blijven, ben je natuurlijk niet maandenlang met die sensor op stap. Dat gaat niet. Maar je kan wel, als je er een aantal hebt, die op verschillende plekken neerzetten terwijl je die NLT-module aan het doen bent. Zo denken we er op het ogenblik over dat we het gaan uitproberen. We zullen merken bij de eerste scholen die het gaan testen hoe dat nou in de praktijk gaat. Ja, Guus vraagt nog van hoe stuurt hij de data door, maar dat had ik intussen al vermeld. Het gaat dus via wifi. Sarina van de provincie Zeeland die vraagt, wat als de opdrachtgevers ook mee willen meten? Kunnen die ook een sensorkit bestellen? Nou, we hebben het op dit moment zo ingeregeld dat dit een project is voor scholen. Dus scholen die lid zijn van Globe, die meedoen met het Globe-programma, die kunnen die dingen bestellen. Ik denk dat we daar samen heus wel uit gaan komen als er mensen zijn die binnen zo'n schoolproject vanuit een gemeente of een provincie of een natuur- en milieu-educatiecentrum mee willen meten, dan moet dat wel kunnen, denk ik. Maar op dit moment geven we voorrang aan de scholen, omdat het gewoon ook qua logistiek zijn die sensoren ook niet. Het kost soms wat tijd om ze te bestellen. Dus de scholen hebben wel voorrang. Je moet naar de laatste vragen, denk ik. Ja, het is tijd. Even kijken. Wat ze. De prijswinnaar. Hebben jullie er een tussen gezien die belangrijk is om nu even te doen? Ik stel voor dat we naar de afronding gaan, dat we deze vragen nog even checken. En dat we die dan op de mail beantwoorden. Als er nog vragen zijn die niet beantwoord zijn, kunnen we bij het verslag kunnen we daar antwoord op geven. Want deze chat die slaan we ook helemaal op. Het is tijd. En ja. We zijn toe aan de uitreiking van de eerste sensorkit aan de winnende school of de winnende docent. En dat gaat Hester doen door een volgende vraag te stellen. Ja, nog één vraag. Dus reageer snel, want dan kun je nog je laatste punten mee verdienen. Hier komt ie. Ben je van plan met je klas fijnstof te gaan meten? Wat is daarop uw antwoord? Weet ik nog niet. Ja, zeker als ik een sensor win. Zeker, ik kan überhaupt niet wachten. Of misschien ooit. Geef allemaal een antwoord, want hierna krijgen we de uitslag. En je weet, je snapt natuurlijk wel wat het juiste antwoord moet zijn hier. Oké, we gaan. Kijk eens, het enthousiasme is best wel groot.
dat is mooi. Dat is leuk om te zien. En nou ja, dat zijn natuurlijk ook allebei de goede antwoorden. Dus nu ben ik heel benieuwd wie er gewonnen heeft. En dat gaan we zien op de volgende slide volgens mij. En we hebben een winnaar. Het is Guus. Is dat Guus Velders? Of een andere Guus? Dat denk Guus? Ik niet. Ja, dus er zijn meer Guus. Ja, dan zou het vals spel zijn hoor. Ik heb niet meegedaan hoor. Nee hoor. Oh, oké. Okay. Een andere Guus. Nee, dan kan de andere Guus even reageren? Ja, ik heet ook Guus. Ja, kijk. Oh, kijk eens. Ik gooi even de share uit. Ja. Zo. Nou, van harte gefeliciteerd, Guus. Ja. Ja. Wat is leuk, je achternaam? Guus Volk. Van welke school? Van het Lodestein College in Amersfoort. Nou, Hester, jij kunt hem aanbieden volgens mij, hè? Via de... Ja, ik kan de hand... Via het scherm. Dus strek je handen maar uit, Guus. Ja. Ja, mijn hand... Dus, Hij zit rechts onder je bij mij. Ja. Hey, het is Hans Brug, die had andere dingen toen, maar die moest... die is op de racefiets even snel langs mij gegaan. Dus ik heb hier een prachtig sensor. Dus je zit daar bij mij. Ja. Dankjewel. Hey, maar we sturen hem op. Als het goed is, heeft Matthijs... Ik ben heel benieuwd wat je ermee gaat doen. Nou, zeker uitproberen. En het lijkt me ook leuk om inderdaad meerdere van die sensoren te hebben. En niet op een vaste plek alleen te meten. Ja, wat ga ik ermee doen? We zitten niet al te ver van vrij drukke wegen hier. Hier vlakbij al een grote rotonde waar veel verkeer langskomt. Een snelweg waar veel verkeer langskomt. Ik ben heel benieuwd wat dat hier oplevert. Ze zitten al in een buitengebied. Maar ik vermoed dat hier nog best veel fijnstof te vinden is. Nou, volgens mij is hij bij een goede school, goede docent terechtgekomen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ja. Ik stel voor dat we het gaan afsluiten. En dat de mensen die dat leuk vinden, dat we nog even 5 minuutjes of 10 minuutjes blijven wij nog napraten. Maar in principe is het nu afgelopen. Mensen die andere afspraken hadden, die kunnen er dan vandoor gaan. En dan wil ik iedereen heel erg bedanken dat je hierbij aanwezig was. Heel erg leuk om jullie allemaal gezien te hebben. En nou, ik wens jullie allemaal heel veel succes met het doen van de fijnstofmetingen als je daarmee aan de slag gaat. En als je geïnteresseerd bent, morgen is er natuurlijk nog een sessie over de Grow-app om 3:15. En op vrijdag hebben we nog om 2:15, iets eerder, een sessie over internationalisering en over het doen van onderzoek met Globe. Dus die zijn natuurlijk ook niet te missen. Dus met de login-codes die je hiervoor gebruikt hebt, kun je ook naar die sessies toe gaan.